In 2023 telt Gent zo'n 270.000 inwoners en ongeveer 150.000 woningen. Maar hoe verdelen wij ons over deze woningen? Vaak denken we meteen aan traditionele eensgezinswoningen, maar er zijn tal van andere mogelijkheden. Steeds meer mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om samen te wonen met mensen die geen partner of familie zijn. Je kunt bijvoorbeeld een huis delen met leeftijdsgenoten om kosten te besparen of gewoon voor de gezelligheid. Op die manier kun je samen inkopen doen en de taken in huis verdelen. Maar je kunt ook samen wonen met meerdere gezinnen, wat ook wel cohousing wordt genoemd. Hierbij heb je je eigen plek, maar deel je ook gemeenschappelijke ruimtes, zoals een ruime woonkamer en een tuin met andere gezinnen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van andere opties, zoals antiek raakwonen, woonboten, tiny houses en nog zoveel meer. Zoals je ziet is de eengezinswoning al lang niet meer de enige norm. Maar geldt het ook in de wet? En welke maatregelen kan de gemeente nemen om alternatieve woonvormen te stimuleren?